Chef, ik wok graag. Ik wok veel. Dat is makkelijk en dat is heel gezond. Bloemkoolwokken heb ik zelf nog nooit geprobeerd. In wijze kunnen alle groenten gewokt worden. Alle ingrediënten kunnen gewokt worden. Het wokken is een principe. Wat is belangrijk? Eerst en vooral, dit hoeft niet, maar het is wel lekker. Dat is een echte wokko, gebrande sesam. Dat is wel lekker. Kan met speciaal, eender welke olie? Kan met eender welke olie. Goede olijfolie kan. Goede maïskiemolie of zo kan ook allemaal. Het principe is feitelijk dat je bij wok het snijformaat aanpast aan de kook. Dus zeggen, het wat grootst gesneden is, ik heb hier nu de bloemkooltjes waar het over gaat, die gaan we eerst in doen. Ja. Dus de harde groenten worden eerst aangepakt. Die gaan aangepakt. Er eerst in, omdat die het langste nodig hebben. Ja. En dan moet je zelf een beetje inschatten. Hey, ik heb hier nog papaya staan, ik heb hier champignons staan, ik heb hier sojascheuten staan. Ik heb ontbijtspek van Herta erbij. Ja. Dat spek dat gemakkelijk ook in de wok te gebruiken is. Ja. Zaak is dan voor jezelf een beetje op te maken wat je wanneer wilt gebruiken. In dit geval ga ik na dit de paddenstoelen erbij doen, de champignons erbij doen. Die hebben niet zo'n lange periode. Alles wat hier nu staat, heeft eigenlijk niet meer zo'n lange periode nodig. Sojascheuten ook zeker niet. Spek ga ik er ook op het laatste moment bij doen, omdat dat moet maar even pakken, zo'n ontbijtspek. Dat moet niet echt bakken. Je kunt dat bakken ook, maar dat is lekker als dat er zo in zit ook. Ja, het geeft juist die speciale smaak aan. We gaan er ietsje meer vuur nog geven. We gaan er champignons aan doen. Altijd eventjes doorroeren, de smaken zich kunnen... Ja, ik weet dat er speciale woklepels en allerlei apparaten bestaan. Ik werk al heel mijn leven met een gewone keukenlepel en ik ben er heel gelukkig mee. Sojascheuten gaan er niet doen. Bijna gaan we zeker zien dat we op vol gas. Dat die echt kort en krachtig worden. Dat moet vlug vooruit gaan, dat kan zeker niet kwaad. Sojascheutjes hebben een paar minuutjes gehad, dat is genoeg. Papayan komt erbij, je hebt een lekkere smaak. Beter dan gewone ajuin misschien. Ja, en vooral, papayan is fris, hè? Dus uiteindelijk iets tussen bieslook en ajuin van smaak. In zo'n preparatie past dat heel goed. Ja. En dan het ontbijtspek. Ik heb dat gewoon een beetje opgeplooid. Dus het begint met dat tegen de buitenkant te gooien, dan pakt het. Dat is een goede tip. Een grote hok, dan is wel gemakkelijk. Ja, inderdaad. Dan kan je ook de groenten meer verdelen. Ja, ja. Nu is het zo dat in de Chinese keuken zelf soms dingen die vrij lang moeten wokken, toch op voorhand even koken. Ah, ja. Ik heb dat zelf al een paar keer gezien. Ja, dat ze blancheren. Ja. Dat ze bij wijze van spreken ergens een bouillon hebben staan, met een zipje in en dat ze dat even meegeven. Ja, ja. En allemaal onder elkaar. Voilà, zie dat ontbijtspek, dat doet precies wat ik verwacht had dat het ging doen. Dat krolde een beetje op, maar dat blijft een hele herkenbare stukje spek. Hè. Ja. En dat geeft er een hele plezante smaak aan. Kruiden doen we nog niet. Ik ga er nu een beetje peper en zout op doen. Ik heb een beetje zuurzoet, een pikante zuurzoet. Dan ga ik er ook een beetje bij doen. Ik ga eerst een beetje blussen met een beetje kalfsbouillon, maar niet te veel. Dan zijn we. Op het moment dat geblust is, is het wokprocedé voorbij. Het is dan iets bakken gedaan. Dus we moeten zeker zijn dat we precies hebben wat we nodig hebben. Zo. Maar dat moet echt maar heel weinig dat zijn. Dat is heel weinig. Ja, de geuren komen naar boven, ja. En de zoetzuur. Een beetje zoetzuur. Niet te veel, want het is een vraag die kent. En dat is het. Gezond. Met gezond. Gemakkelijk en snel klaar. Snel klaar, de volksmaak van de groente. Zeg dan, verder moet je er ook niet meer aan komen. Dat is voorbij.